Het verhaal begint vorig jaar in Oostenrijk. Als op een vroege zomerochtend een Nederlandse toerist het dal van Ramsau inrijdt. Wat de Nederlander op dat moment niet kan vermoeden, is dat hij een belangrijke rol zal gaan spelen in het leven van de 76-jarige Oostenrijker Sepp Prehauser. Hallo, ja, ik kom uit Holland. Ja. Hoe gaat het? Ik spreek nog een beetje. Al snel komt het gesprek op Nederland. En Sepp vertelt hem over een meisje dat hij daar ooit heeft ontmoet. De namen waren Mientje van Erven. Het is eind 30er jaren. En Mientje woont in een klein dorp niet ver van Nijmegen. Mientjes ouders hebben een winkel waar ze zomers helpt met het rondbrengen van bestellingen. Haar moeder maakt zich zorgen als ze ziet dat Mientje zonder enige terughoudendheid zich overgeeft aan de liefde voor een onbekende Oostenrijker, Sepp. Uren brengen ze samen door op hun geheime plek langs de waterkant. En één ding weten ze op dat moment zeker. Ze willen elkaar nooit meer verlaten. En hoewel ze willen trouwen, weet Sepp op dat moment dat er maar één ding is wat hun geluk in de weg zou kunnen staan. Jaren geleden was Sepp uitgehuwelijkt aan een meisje uit zijn streek. Sepp, die toen nog niet wist wat echte liefde was, had er nooit een probleem van gemaakt. Maar nu smeekte hij zijn ouders in een brief de belofte ongedaan te maken. Ich muss dir etwas sagen. Ich habe einen Brief bekommen von meinen Eltern von Österreich. Ich muss heiraten und jetzt zum Tod. Ich muss gleich tun. Sepp gaat terug naar Oostenrijk, waar hij niet veel later trouwt met Gertrude. Mientje ondertussen trouwt in Nederland met haar Frits. Ja, wij gaan luisteren met Marcus Positkis, Moments Notes. En luister naar de tafelige solo van de helaas overleden componist. Mientje begint Sepp in de jaren die volgen brieven te schrijven. Opgewekte brieven waaruit blijkt dat ze gelukkig getrouwd is. Brieven waarin ze hem vraagt naar het leven in Oostenrijk. Kijk jongens, dit is Sepp. Dat is een jongen die mama heeft leren kennen voor de oorlog. Maar wel nog voordat ze papa kende hoor. Wat Mientje niet weet, is dat Sepp een ongelukkig leven leidt.
En het enige waar hij voor leeft zijn haar brieven. De jaren verstrijken zonder dat ze elkaar ooit zien. En terwijl Mientje te horen krijgt dat ze ongeneeslijk ziek is en niet weet hoe lang ze nog te leven heeft, verlangt ze meer dan ooit naar Sepp. Een zware lawine die de hele streek heeft verwoest, heeft ook Sepp levensgevaarlijk verwond. Uiteindelijk wordt hij na dagen zoeken gevonden onder meters diepe sneeuw. Hij is onderkoeld, heeft verschillende botbreuken en strijdt net als Mientje op dat moment voor zijn leven. Mientje blijft schrijven, maar geen van haar brieven worden beantwoord. De boerderij van Sepp is verlaten en niemand weet waar die is. Jaren gaan voorbij zonder dat Mientje iets van hem hoort. Ze weet niet dat hij zwaar gewond is geraakt tijdens een lawine. Dat hij met veel moeite gerevalideerd is en zich nu een oude man met een stok voelt. Zelfs zijn vrouw overlijdt zonder dat Mientje hier iets van af weet. Ook Frits, de man van Mientje, is intussen overleden. Ze zijn nu allebei weer alleen. En hier zijn we waar we ons verhaal begonnen. Want de Nederlandse toerist besluit na het aanhoren van Sepp's verhaal op zoek te gaan naar Mientje. Hallo. Goedemiddag. Ik ben Rea. Mevrouw Jager. Moet u luisteren. Ik heb een verhaal gekregen uit Oostenrijk. En als het goed is, heeft hier op dit adres Mientje van Erven gewoond. Mevrouw. Een pilletje. Een beetje water. Gaat het zo? Daar. Gaat u me naar haar toe? Ja, oké, bedankt. Mevrouw? Mevrouw, ik moet u dat zeggen. Ik heb een belangrijk bericht. Ik heb een bericht van Sepp. Vanaf nu gaat alles heel snel, want Mientje aarzelt geen moment en vertrekt naar Oostenrijk. En hoewel ze nog steeds zwaar ziek is, hoopt ze uit deze ontmoeting de kracht te vinden om door te gaan.
En het wonder waar ze haar hele leven op hoopte, blijkt te kunnen bestaan. Twee mensen die een leven lang van elkaar hebben gehouden, zonder dat van elkaar te weten, ontmoeten elkaar na meer dan 50 jaar. En blijkbaar was er meer dan een halve eeuw voor nodig om te beseffen dat Sepp Preehauser en Mientje van Erve voor elkaar zijn voorbestemd.